Oh, ik krijg het maar niet scherp gesteld. Nee, ik ben vandaag geen boeken aan het spotten. Ik ben de toekomst aan het spotten. Maar ik krijg hem niet goed in beeld. Als jij aan de toekomst denkt, krijg jij er dan een beetje een beeld bij? Nou, we hebben jouw jeugdige brein heel hard nodig. Want heb je de oproep van Mark Rutte gehoord om mee te denken over de toekomst? Een wereld nadat deze crisis voorbij is, hoe gaat die eruit zien? Of blijft deze crisis voorlopig nog even? En hoe gaan we daar dan samen op een goede manier mee om? Nou, jouw jeugdige, jongere brein hebben we daarvoor nodig. Want daar zitten hele creatieve, goede, out-of-the-box ideeën in. Dat weet ik zeker. En ik heb een aantal hele inspirerende boeken voor je gespot die je kunnen helpen bij het meedenken over de toekomst. De eerste tip is een boek over Greta Thunberg. Ken je haar? Ze is een hele jonge klimaatactiviste. En met haar ene stem is ze de hele wereld overgegaan. En waar Greta echt in gelooft, is dat niemand te klein is om een verschil te maken. Dus ook jij niet. Ga het boek van Greta lezen. Je kunt hem bij ons in de bieb komen halen. En online is er ook nog een heel leuk prentenboek over Greta te verkrijgen. Dat is Greta en de Reuzen. En die kun je als e-book downloaden. Heel inspirerend meisje die van kinds af aan haar stem heeft laten horen voor verandering en voor de toekomst. In de bieb zijn naast de boeken van Greta nog veel meer boeken te vinden van kinderen of jongeren, of soms zelfs volwassenen, die de wereld met hun stem hebben weten te veranderen. Bijvoorbeeld de Bijzondere Verhalenreeks. Daar zijn inmiddels verschillende boeken van verschenen. En twee leuke boeken zijn de 20 bijzondere jongens die de wereld hebben veranderd, of de 20 bijzondere meisjes die de wereld hebben veranderd. Deze boeken vind je in de bieb, bij de informatieve boeken vanaf 9 jaar en dan bij thema geschiedenis. En op de zijkant van het boek staat historische personen. En als je daar dan toch bent, kijk meteen even of er nog een ander leuk boek voor je bij zit. Want we hebben echt superveel inspirerende boeken over mensen die de wereld hebben weten te veranderen met hun stem. Ze gingen ten strijde voor een betere toekomst. Na het lezen van deze boeken ontploft jouw hoofd waarschijnlijk van de vette ideeën om de nieuwe werkelijkheid vorm te geven. Nou, stuur ze dus naar de gemeente, naar Mark Rutte, of ga naar de leerlingenraad bij jou op school en vertel hoe jij de nieuwe toekomst ziet. Laat je stem horen, want niemand is te klein om het verschil te maken. Doei!